En dat is een muzikaal verhaaltje. Daarom heb ik mijn muzikale bretelzaak gedaan. En wat is nou een muzikaal verhaaltje? Dat betekent dat alle figuren die in het verhaal voorkomen, worden voorgesteld door een muziekinstrument. Nou, dan gaan we eens kijken welke figuren er rol spelen in ons verhaal van Peter en de Wolf. En dan begin ik aan deze kant, bij het vogeltje. Het kleine, fladderende vogeltje. En er is maar één instrument in het orkest die fladderende, fliederende fluitmuziek kan maken. Dus het vogeltje wordt gespeeld door de fluit. De tweede in het verhaal is de eend. En de eend is een beetje dik en een beetje traag en een beetje afwachtend. Die wacht altijd tot er iemand anders iets gedaan heeft. Goed, in het orkest zijn ook altijd een heleboel muzikanten die heel afwachtend zijn. Wie zijn de afwachtende muzikanten? Je vroeg de meest afwachtende. De hobo. En dan zit je te denken, de volgende is de kat. En wat is zo typisch aan een kat? De kat heeft twee eigenschappen. Die kan heel zacht sluipen. Maar die kan ook verschrikkelijk hard miauwen. Miauwen. Dat is de dirigent, die doet niet mee. Maar een instrument die dat prachtig kan doen, dat is de klarinet. Ja. Ja, en dan komt opa. En opa, dat is een beetje, ja, zo'n mopperende figuur, zo'n mopperkont, noemen ze het ook wel. En dat is altijd een pijnlijke vraag als ik dat aan het orkest ga stellen. Wie bij jullie is de grootste mopperkont? Oké, de van God is de bok. Die is 7 keer 7 zo groot, dus 49 keer zo groot als dit wolfje. En 49 keer betekent dat hij met zijn kop helemaal tot aan die boksen daarboven is. Dat moet je je voorstellen. Als de wolf komt, die is zo gigantisch groot. En omdat hij zo groot is, en gevaarlijk, en sterk, en grijs, nemen we daar niet 1, niet 2, niet 3 instrumenten voor, maar 4. En dan kijk ik razendsnel rond. En dan zie ik daar 4 contrabassen, wil je eens wat laten horen? Nou, dat lijkt me helemaal niks. Dan hebben we 4 trompetten, maar dat is veel te fel. De 4 klarinetten die zijn al geweest. Je hebt er maar 1 groep over. En dat zijn de horens. De horens gaan de wolf spelen. De jagers. En jagers hebben de gewoonte om te schieten. En er is maar 1 groep instrumenten die dat lawaai van het schieten prachtig kan laten horen. En dat zijn de pauken. Precies. En tenslotte Peter. De hoofdpersoon van het verhaal. En die heeft dus ook recht op de meeste instrumenten. Alle strijkers.
spelen Peter. Zwemmen. En zo ruzie is het nog een tijdje door. Thank you.
Maar ze ruzien door, terwijl dat eendje in de vijver zwemt en het vogeltje een beetje zo langs die kant fladdert. Hij ziet in de verte door het gras de grote kat aankomen sluipen. Kijk, en die kat die denkt. Vogeltje en die eend, die zijn dan lekker aan het ruzien. Dan kan ik ze makkelijk de glazen nemen. En hij sluit er op zijn fluwelen pootjes op af. Kijk uit, zegt Peter. En het vogeltje vliegt gelijk helemaal. En die laat zich lekker in de vijver. Nou, die eend die nu midden in die vijver zwemt. Eend, die durft nu best heel brutaal te kwaken tegen die kat. De kat, die loopt een paar keer op de boom en die denkt van ja, dan kan ik wel naar boven klimmen. Maar tegen die tijd dat ik boven ben, is dat vogeltje al gevlogen. Goed, daar komt Peter zijn opa naar buiten. Die opa die is kwaad. Die is kwaad omdat Peter zomaar is weggelopen. Hij zegt van zo van, het is hier heel gevaarlijk, jongen. Wat moet het nou? Wat denk je dan als die wolf eraan komt? Wat moet het dan? Wat moet het dan? Wat doe je dat dan? Zich helemaal niets van zijn opa aan. Hij legt gewoon uit dat die jongens zoals hij, die zijn heel cool en die zijn helemaal niet bang voor wolven. Hij haalt die stok om zijn nek heen, hij sleurt hem mee naar huis en hij doet het tuinhek op slot.
aangelopen. Met zijn grote, grijze, hongerige ogen. En zijn hele grote bek. Die begint alleen maar als een gek te kwaken en die kwakt zichzelf aan dommigheid de vijver uit. Ja, hoe snel die eend toch probeert weg te komen. De wolf is natuurlijk veel sneller. Die komt dichter bij hem. Nog dichter, haal hem in. Haal hem in. Pak hem met één hap. En slok je hem naar binnen. Eens kijken hoe de situatie eruit ziet. De kat zit op één tak van de boom. Het vogeltje op een andere tak. Ja, natuurlijk niet te dicht bij de kat.
Bever die staat achter dat tuinhekje. Alles is op zijn dode gemak te bekijken. En Peter is absoluut niet bang. Hij loopt naar huis en haalt hij een stuk touw en dan klimt hij op de muur. Precies boven die muur. Hij pakt de tak beet. Hij klimt de boom in. En dan zegt hij tegen het vogeltje: als jij nou eens naar beneden vliegt, tot vlak bij de bek van die grote wolf. Maar zorg dat hij jou niet te pakken krijgt, hè? Zijn vleugeltjes bijna tegen de bek van de wolf aan, die woedend daarop uithaalt en probeert het te pakken te nemen. Die wolf de beste. En oh, wat wil die wolf hem graag te pakken nemen. Maar het vogeltje is slimmer. En het lukt de wolf niet. Dus is de wolf heel boos. Ondertussen heeft Peter een mooie lus gemaakt in het touw. En dat laat hij heel langzaam naar beneden zakken. En dan zorgt hij ervoor dat de lus om de kop van de wolf zit. En dan trekt hij heel hard aan het touw. De wolf die merkt dat hij gevangen is en die probeert zich woedend los te rukken. Die hebben natuurlijk het wolvenspoor gevolgd. En wat doen jagers? Die beginnen gelijk te schieten.
hebben die wolf al lang gevangen. Help nou gewoon met die wolf naar de dierentuin te brengen. Van de wolf, want die heeft hem helemaal levend opgeslokt.